Ja, natuurlijk is het, ik zou ook in mijn sniper only spelen. Ondertussen probeer ik mijn spraak tijdens de gameplay iets te verbeteren. Want volgens veel, Round start. onder andere Jonathan, als hij deze video bekijkt, was het gewoon saai om naartoe te luisteren. Was het zo eentonig. En ik probeer er iets aan te doen, dus hij nog tips of zei hij van Jason of Mr. Perfect. Die denken nog beter, dat kan nog beter. Ja, Round ik kan start. natuurlijk ook zeggen wat dat goed is. Nee. Hallo iedereen, welkom bij Mr. Perfect. En vandaag doen we dus een review met de Rocco set. En daarbij pakken we de Mac AFC omdat ik die gisteren heb gekocht of eergisteren. Zo dat heb ik al van Gear. De bandana voor de extra speed. De backpack slot. De advent. Dus hierdoor krijg ik helemaal mijn speed. En Rocco's beard. Natuurlijk zit er hier. Plus 13 sprint. Die kan je gewoon kopen in de shop. Hier kan er normaal geen in. Nee. Oké. Okay. Dus eerst Rocco. Mac. Dan de shotgun. En dus is die hunter. Dat is een totaal van 4 plus 3, 7 speed en 20 sprint plus nog die 13, dus 33 sprint, ja. En 10% protection, dus we zullen denk ik, hè. Elimination. Er is ook een nieuwe map, misschien. Anders spelen we in de nieuwe map. Als dat lukt. Dan zien jullie deze ook een keer. Ik denk dat ik hem. Hoe noemt hij? Iets van ship. Tralalalalala. Heb ik die nu al gepasseerd? Ah, nee, User entered your channel. eventjes teamspeak Disconnected. uitzetten. Waiting, waiting. Ik heb nu geen tijd om te wachten. Kom. Allee. Ja, maar vier. Pistool zijn ook niet nodig. Kom aan in de global. Ah, hier. Kijk. Hopla. Round start. Sterocco. Zie mijn speed. Ik ga weer te traag. Natuurlijk een beetje vals speel. Hier is niemand. Oké. Natuurlijk, ik ook nog nooit. Zit je hier vast? Ja. Jepla, de double kill. Ja, de Rocco vind ik wel een nice gun, ja. Ik heb er nu al een tijdje mee gespeeld. In het begin vond ik die niet zo super. Ja. Tuurlijk moet ik ook nog wennen aan de map. Is ook de eerste game dat ik speel vandaag, omdat ik wat problemen heb gehad. Kostte niet frapsen. Is nu opgelost, gelukkig. Maar kostte dus niet frapsen, ja. Ik heb dan al even een vriend gevraagd wat dat pro ja, wat dat probleem kon zijn, maar de meesten wisten het zelf niet, dus. Nou. Het is opgelost, dat is het belangrijkste. Ik zie nou hier Spike en Join. Nou, niet in game. Dan doen we maar Ulrich, kom. In die map ben ik nog altijd best. Natuurlijk. Ja, dat gaat ook niet.
Oh my god, dit is ook mijn eerste game vandaag en het is al 9 uur. Ik ben echt lang bezig geweest met dat probleem op te zoeken. Ik had dan nog wat FIFA gedaan. Zo vooral. Zo doen we dat. Nou, die is bij ons. Ik zie dat er hier niemand campt. Oh. De hunter. Oh my god. Enemy down. Dus ja, de hunter is goed voor de camp, ja. Het is een beetje meer een... Ik kan dat meer zien als een G36. Gewoon one click op het hoofd. Natuurlijk is het weer wat wennen in het begin. Maar normaal zou je ermee kunnen wandelen. Gewoon ja, natuurlijk. Zien hij in het hoofd schiet. En die schiet achter ons. En die mist ik. Die was ernaast. Zie je, dus een goed camper gun. Dus ik denk dat hij hetzelfde is als de gewone M14 Hunter. Dus die hebben we ook al gezien. Nu ga ik met de shotgun. Shotgun vind ik ook niet zo slecht. Natuurlijk zijn betere. Een granaat. Oké. Nou ja, zie je, maar met shotgun ben ik sowieso al niet goed. En met low speed speel ik sowieso al slechter. Dus. Maar dat is dus de Rocco set. Ik wil die gewoon een keer tonen. Zodat je die ziet. Oh. In de Mac zit er ook een clip. En in de oog ook, ja. Dus de standaard kogels zijn... Hoeveel is dat? 35 voor de oog, denk ik. En 30 voor de Mac zeker, ja. Zoiets. En... Kom, hadden we de multi? Ja, ah nee. Nee, niet de multi. Geen multi. Helaas. Nee, hier is er ook niemand. Craftje spikken in de base. Normaal speel ik altijd zonder explode zo. Ik mis dus ook alles he, vandaag, kijk. Maar ik wou nog rap een video maken. Allee, rap, het is nog niet gedaan. Maar zodat er zeker toch een video kwam vandaag. Want, ik zou het jammer gevonden, moest er geen opkomen. Ik hoop dat hij er toch op komt vandaag, want ik zou het wel jammer vinden, ja. Of is het al 8-5? Is het niet interessant om dat te kijken. Hè. Ja, turret. Altijd. Ah. Ik hoop dat niet. Oké.
Ja, die had ik niet. Ook is de achtste plaats, ik heb dat nog nooit gehad. Ja, natuurlijk dat niet gewend zit van met bepaalde guns te spelen. Of, ik ben vooral niet gewend van met die speed te spelen. Ook al. Tuurlijk. Insas. Voor dat die ook kan. Fuck. We ziet de oog. Tap fire gun. Shock. Perfect gun. Vroeger speelde hij met de AK. AK-47 gold plated, denk ik. Ja. Ik word gebeld op Skype. Maar dan gaan we af. We zijn even bezig. 13-7. Oké, ja. Dat is al slecht. Ik weet het niet. Is dat goed? Ik weet het niet. Wat gaan we doen? Hier, no explosive, voilà. Pla. Maar lijkt het in de. Kijk op. Zo'n ding kunnen we klikken. Ja, net dus. Dat was zo'n grote. Ik had mogen niet vals spelen. Hè. Sorry. En NL sniper love. Het is nog wel met de gun. Alleen met de guns eigenlijk. Maar ja, tuurlijk. Met het oog speel ik nog altijd best, omdat ik er ook het meest mee speel. Het is wel normaal, zeker dat je er best mee speelt dan ook. Ik word hier ook op Skype als tijd gestuurd. Nou, kom. Ah. Ja, sorry, ik was eventjes bezig. Die is weg. Allee, ik word... Oh. Maar vroeger speelde ik ook met de 40 Hunter. Dat weet ik nog, maar ja, natuurlijk. Kom op. Ja. Nice. Dus mijn gsm in de oplader steen, die is ook plat. Ja, maar verder. Oh my god, dat kan je een shotgun kill doen. Ja, nee. Maar was het een mistburn? Ja, niks voor het is. Dus hier is een goede manier voor GP te verdienen. Gewoon die mistburns verkopen. Voilà. Is opgelost. Dus nu heb ik met de D gespeeld en ik denk dat ik nu gewoon een keer met de snake set ga. De speed erin, of de sprint, dan hier, hup, snake, dus dan hebben we nu de snake set, en spelen we met de Rocco's oog al 3, nou we zullen hier nog, de
Hunter doen. Wat heb ik nu? Als ik hier nu de bar dan doe. Voilà. Dan heb ik 12 plus 13% speed. Dat is dan, hoeveel is dat? 13? Nee. 22 zeker, ja. 80 sprint. Maar ik heb proberen, hè. Dan heb ik toch iets meer speed. Ja, ziet die speed is al beter. Nu ook sowieso beter speed. Dat was dus niet de bedoeling. Worden direct gebackraped. Oké. Maar nu heb ik dus ook een sniper mee. Hè. Een sniper speel ik wel graag. Een sniper speel ik wel graag. Zeker met de snake. Voor wie dat er die sniper nog nooit heeft vastgehaald of heeft gezien. Het is echt gewoon een nice sniper. Shit, we zijn perfect. Hier zit nog een dag mee kunnen spelen. En nu schoot ik niet. Goed, dat was after. Sowieso, anders had het een dubbel, was ze stond met twee achteraf. Dat is zo wel nice geweest. Maar met de sniper speel ik wel graag. Ja. Die hoef ik niet met de ton. Want, en dat miste ik allemaal. De G36. Ja, dat is een gun. Dat is een gun dat ik het zei van. Dat moet iedereen hebben. Niet gelijk de M460 CQB. Ik vind dat zo klotte kunnen. Ja, en dat zijn dan van die hasjes. Kijk. Maar 5 op 5, dat is precies ook niet de goede. Was dat een tank te doen nu? Ik had die toch recht in zijn hoofd? En dan zo verkeerd? Ja, kom. Allee. Och, het is echt mijn dag niet, hè. Het is echt. Ik weet niet wat dat er is, maar ik ga echt slecht. Nou, ja, daar heb ik kills afgepakt. Hopla. Same team. 5 op 8. Round start. Ja, dat moest gebeuren. Kom op. Ah. Too late. I was too late. Nou, ik speel waarschijnlijk ook veel te veel met de oog. Het was een review. Dus ik zal ook wat meer met de hunter spelen. Ik zal wel winnen wanneer ik ermee bezig ben. Dus. Ja, kijk, je ziet. Dat is gewoon machtig wat, nee. Ik had ook gewoon de M40 Hunter. Dat was laggy. Ik kan ook gewoon de M40 Hunter kopen. Ik vind die er zelf nicer uitzien. Natuurlijk, het is ook geen rushgun, hè. Je ziet dat ook. Nee, op welke rushgun staat er nu een sniper zo? Ja, 14-12, come on. Dat moet beter, hè, dat moet beter. Kom.
Ik word weer gebeld op Skype. Godverdomme. Niet storen. Leef ik nog? Nee, ik leef niet meer. Oké. Schot ik dat er nu naast? Allee, kom aan. Wat probeer ik ook? Je ziet toch dat dat niet gaat, allee. Misschien met sensitivity iets klaar. Ja, kom. Wat een hardscoop. Ik had me allemaal rustig blijven. Ja, kom aan. Oké, Jess. Dan een keer... Oh my god! Al die fucking backreeps, echt allemaal! Als ik deze video opnieuw gewoon moet maken... Nee, dan moet ik kijken wat ik gedaan heb, amai. Dan ga ik gewoon mijn account verkoop. Wie biedt er? Drop maar. En de reactie of dat hij ervoor heeft. Platinum grade. 61 per guns. Voor wie dat denkt dat het real is. Dus dat is niet te koop is, sorry. Maar ik zie het nog gebeuren. Als ik erachter begint te vragen. 15 op 19, kom al. En ja. Ondertussen wil ik het nog een keer hebben over, hoe noemt die? Mr. Fabulous. Ja. Wie dat er hem kent, dat was dus mijn tweede account. Dat ik van Trainee to GOA ging doen. En onlangs wil ik daar nog een video op maken. En ik probeerde dus in te loggen en toen kwam er van... Sorry, het e-mailadres is niet geactiveerd. En toen had ik zoiets van... What the fuck. Ik dacht dat die SSG was, zoiets, ja. Ik had dat toch al... toch wel al een maand zeker. Misschien zelf langer dan een maand. En dan pas zeggen ze dat het niet geactiveerd is. Wat is daar de bedoeling van? Ja. Dat was echt slecht. Maar dan zeggen ze, ja, uw e-mailadres is niet geactiveerd. Allee, kun je dat niet eerder doen? Zo vannacht de eerste of een tweede dag? Nee, natuurlijk is het, ik zou ook in mijn sniper only spelen. Ondertussen probeer ik mijn spraak tijdens de gameplay iets te verbeteren. Want volgens veel, onder andere Jonathan, als hij deze video bekijkt, was het gewoon saai om naartoe te luisteren. Was het zo eentonig. En ik probeer er iets aan te doen, dus hij nog tips of zeg hij van Jason of Mr. Perfect. Die denken nog beter, dat kan nog beter. Ja, ik kan natuurlijk ook zeggen wat dat goed is. Nee, Chess nu gameplay is perfect, kan niet beter. UKD is veel te laag voor wat hij zei. Nee. Maar ja, die tips uit, je mag het altijd geven. Allee, ja natuurlijk. Voor quickscope is het net iets moeilijker wanneer aan mijn fraps aan ligt. Omdat hij dan iets trager reageert. Ja, natuurlijk, ik kan zeggen dat is een excuus, ik kan niet snijden. Maar kan het dus wel. Maar ja, natuurlijk, mijn fraps is al op mijn computer toch net iets moeilijker. Go, go, go! Dat was te vroeg, kijk. Dat was te vroeg. Dat vind ik ook een nice sniper. Ik vind die... Oh my god, wat een klote sniper. Wat een klote sniper. Vroeger speelde ik daarmee. Maar waarom? Hier, hopla. Zo moet dat. 1, 2, nee, niemand. Ja, dat doe ik ook veel. Ja, nou is cool, doe ik niet veel, man. En dit was een team.
Wat ik ook veel doe, is gewoon zo. 1, 2 en schiet. Zie, had ik toegeschoten kan hem. Natuurlijk gaat dat niet altijd, hè, man. 1, 2, zie. Dus gewoon af en toe een pre-fire doen hun. Denk van, nu komt er een schiet, bam. Had hier toch 5 en 25 kogels in. Ik kan dat toch niet allemaal leeg schieten. Dus gewoon een keer zo. Ja, ik zag hem. Dus gewoon een keer hun, ja, schieten. En kogels genoeg. En die kogels opzetten. Pak een andere sniper. Nobody give a fuck. Hup, denk je dat er... Oh my god. Dit is nu echt al iedere keer nipt, hè. Ah, dat was after. Dat was after. Dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien. Nou. Allee, opeens blijft dat blauw. 9-8. Ik weet nu wel niet hoe lang dat ik hier al bezig ben. Het is de bedoeling dat de video een uur duurt. Nee, dat ik hier achter stop. Maar ja, binnenkort komt er ook nog een keer een account review. Dus dan zie je nog een keer wat dat kan allemaal staan. Hè. Ik vind dat wel. Allee. Ik denk dat sommigen daar wel geïnteresseerd in zijn van. Nu steekt er zoveel geld in. Wat heeft hij allemaal staan? Dus dat komt er ook nog. En ja, in mijn vorige video heb ik dus enkele kistjes opgedaan. Ik heb daar dus wat van verkocht. Zodat ik nu 2.900.000 heb. Ik ga voor de 3 miljoen. Allee. Iedereen gaf voor de 3 miljoen waarschijnlijk. Allee, voor zoveel mogelijk toch. En ja, misschien dat ik binnenkort ook nog een keer een giveaway doe. Nee. Om te zien. Hoeveel abonnees dat ik heb. Ik vind dat wel belangrijk. Ik geef niet graag veel geld uit. En te zien onder maar 20 mensen meedoen of zelf nog minder. Dus dat je vrienden kent. En je denkt van ja, die hebben een YouTube channel. Die willen er wel abonneren, sorry. Ja, laat ze dan ook abonneren, nee ja. Heeft ze mijn channel. En ja, hoe meer abonnees, hoe meer giveaways. En nu gaat dat nog GP zijn hier van die keys. Hoe noem het? Ghost keys. Maar ik kan alleen niks weggegeven ook, hè. En dat gaat nog komen, nee gastje. Ja, ja. Hoe meer abonnees, hoe meer giveaways. Dus ik zou zeggen, subscribe mijn channel. Abonneer het. Like de video en zet in de reactie wat hij ervan vond. Yo.